Peukmeuk, ja. Dat is het, hè, wat we hier zien. Ja, klopt. We hebben peuken verzameld in de gracht met de kanofloot van Plastic Spotter. Maar ook mensen op het land vrijwillig peuken verzameld en ingeleverd bij ons. Hoeveel zijn het er? Ik vrees dit wel een paar duizend zijn. 500 in de gracht, een paar duizend van het land al. Een heel korte tijd, 2 uurtjes verzamelen. Dit is wat we elke week ongeveer uit de gracht halen. En we proberen te zorgen dat het minder wordt door echt onderzoek te doen naar wat we nou vinden. En bijvoorbeeld het terrasafval, alle koekjesverpakkingen van de terrassen, die proberen we te vervangen door duurzame alternatieven. Met hoeveel mensen gaan jullie dan het water op? 6 kano's, dus 12 mensen. En mensen gaan ook met hun eigen sub of kano af en toe mee. Jos, doe je dit nou iedere week? Bijna iedere week. Ik heb het zo ontdekt sinds 1 januari. Dat is een goed nieuwjaarsvoornemen. En sindsdien ben ik om de week zeg maar meegegaan. Ik heb begonnen in de kano en op een gegeven moment kreeg ik van een van de vrijwilligers de sub een keer te leen. Dat heb ik geoefend en nu ga ik op mijn eigen sub. Dus je gaat lekker suppend door de grachten? Lekker suppend door de grachten. Dan zie je een peuk drijven en dan moet je helemaal op je knieën gaan zitten? Of hoe gaat dat? Ik heb een schepnetje, dus dan, met een schepnetje kan je makkelijk eruit vissen. Dat scheelt een hoop bukwerk. Ja. Maar soms vaar ik iets te snel, vaak er voorbij en dan moet ik alsnog op mijn knieën terugpeddelen en met mijn handen. Hoeveel heb je er vandaag uitgehaald? Heb je dat bijgehouden? Nee, ik heb die bijgehouden, een stuk of 50 denk ik. Zo'n klein bakje vol? Een klein bakje vol. Ik heb vroeger zelf gerookt en toen was het nog 5 gulden voor een pakje check of zo. Ik weet niet wat nu is, 10 euro voor een pakje, makkelijk. En je rookt er 20 weg en als je daar eentje in de gracht doet, ja, het is vervuilend, maar het is ook slecht, het is ook duur. Ik denk van ja, ik hoop dat het nog duurder wordt, dat er steeds minder in de gracht komen te drijven. Ik blijf het nog leven doen. Tot je gedachten heb je alleen maar op het afval en op varen en op lijden. En je denkt niet meer aan je werk of aan zorgen en dat soort dingen. Het grote nieuws is dat ik gevraagd ben om in de jury te gaan voor Stad in Steentjes. En ik heb ja gezegd. In een café aan de Leidse Steenstraat vroeg organisator Jan-Jaap de Haan, Lego Masters finalist Bibi Werter, als jurylid voor de Lego bouwwedstrijd Stad in Steentjes. Ja, Stad in Steentjes is al van start. Iedereen kan nu al thuis bouwen, maar we gaan ook live bouwen op allerlei locaties. Dat gaan we in het najaar in de wijken doen, bij verschillende bibliotheken, maar ook BSO's doen mee. Maar we gaan ook gewoon in het centrum van de stad gaan we bouwen. En dat doen we vanaf de Open Monumentendagen. Dat weekend is 12 september. En het leuke is dat ik bekend mag maken dat we dat ook met een aantal Lego Masters finalisten gaan doen. En andere deelnemers aan Lego Masters. Dus je Lego idolen komen ook echt naar Leiden en je kunt ze ontmoeten. Waar de finale week van de wedstrijd plaats zal vinden, houdt Daan nog even geheim. Het wordt niet het V&D-gebouw, want daar komt een andere huurder in. En het wordt ook niet het stadhuis, want dat wordt nog verbouwd. Maar we gaan het binnenkort bekendmaken. Werter kan als jurylid zelf niet meedoen aan de wedstrijd. Toch vindt de Lego Master dat niet erg. Nee, ik vind het ook wel leuk om juist te kijken wat anderen er allemaal van maken. En ik ga me ook wel een beetje bemoeien met hoe de dag eruit gaat zien. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een hele leuke uitdaging. Ja. Stel nou dat je wel mee zou doen, wat zou jij dan bouwen? Ja, nou, we staan natuurlijk voor een hele mooie molen. Ja, die is natuurlijk ook geweldig, zeker met dat water ervoor. En ja, er zijn natuurlijk ook genoeg bruggetjes en van die ophaalbruggen in Leiden. Het oude V&D-gebouw, ja, dat is super mooi. Oudere gebouwen die mooi zijn om na te maken. Ja. Ik zou de Sterrenwacht heel erg gaaf vinden, bijvoorbeeld. Maar ook het academiegebouw. Ik ben benieuwd of iemand zich aan de Burcht wil wagen. Dat is natuurlijk ook, omdat het rond is, wel echt een technisch hoogstandje. Dus ja, dat zijn wel hele bijzondere gebouwen waarvan ik benieuwd ben of iemand het wil proberen. Iedereen kan zich aanmelden door even een mailtje te sturen via het formulier op stadinsteentjes.nl. Daar kun je je naam invullen, de leeftijdscategorie waarin je meedoet en ook je e-mailadres, zodat we contact met je kunnen houden. En dan kun je ook aangeven of je je bouwwerk wil inleveren voor de eindtentoonstelling of dat je een foto instuurt. Ik ga letten natuurlijk op de creativiteit. Nou, wat ik natuurlijk niet kan laten is kijken naar de kleur. Want ja, ik ben dus qua kleur nog steeds. En voor de rest gewoon kijken wat mensen ervan gemaakt hebben. Het gaat voornamelijk om het bezig zijn met de Lego en de creativiteit. We waren in de jaren 60, toen woonde ik hier als klein jongetje verderop in de wijk. En er werd hier werden opgaven gedaan en dan ga je als klein jongetje Dat kopiëren, nadoen. En ik ben ook aan het graven geweest hier in dit grasveld ergens. Ik heb daar zo'n grote grijze naald gevonden met een gat erin. En
Ik vond dat interessant en met mijn moeder samen ben ik naar het RMO gegaan om te vragen wat dat zou kunnen zijn. En die zeiden, dankjewel, wat leuk dat je dat gevonden hebt. En toen was ik hem kwijt. Park Matilo kreeg in 1996 landelijke bekendheid door de vondst van dit Romeinse ruitermasker. Onder het park ligt een Romeins legerkamp dat een aantal jaar geleden op waarde groot is herbouwd. En nu komt dit rustige stukje Leiden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO te staan. Dat is de Champions League en dan de Wereldcup. Want in wat voor lijstje kom je dan terecht? Colosseum, Taj Mahal, de piramides. En dat terwijl het legerkamp vooral onder de grond ligt. En het is één van de in Nederland 20 forten die de Rijn bewaakten als hele belangrijke transportbaan tussen Germanië en Gallië en de Noordzee en Brittannië aan de andere kant. Park Matilo zal niet meteen dromme toeristen trekken omdat het buiten het centrum ligt. Toch is de buurt er wel heel trots op dat hun rijke geschiedenis op de werelderfgoedlijst komt. Ja, gaaf. Heel gaaf natuurlijk. Hartstikke mooi en daarmee doe je ook recht aan dat stukje geschiedenis wat hier echt ligt. Het is geweldig natuurlijk. Het is zo bijzonder dat je hier woont aan zo'n prachtig monument. Het feit dat je dus weet dat je op de bebouwing woont of dat je in een plek woont waar al 2000 jaar geleden ook mensen rondwandelen, rondbanjeren. Ja, dat is gewoon heel erg gaaf om dat te zien en te weten. Rem, daar ga je, jongen. Gefeliciteerd. Van harte. Vele jaren onder ons. Al jaren vieren Tjeerd Scheffer en Ben Walekamp op 15 juli de verjaardag van een bekende Leidenaar. Als hij nog leefde, zou schilder Rembrandt van Rijn vandaag 415 geworden zijn. Rembrandt is wat ons betreft de grootste Leidenaar die ooit geleefd heeft. En die zo een stempel heeft gedrukt op de schilderkunst in de wereld met zijn clair-obscuur. Dat we, laten we eerlijk zijn, daar niet onderuit kunnen. En dat willen we ook helemaal niet. Want we mogen toch trots zijn op het feit dat die Rembrandt ook met die Leidse R sprak. Net zoals ik en net zoals al die andere Leidenaars. Traditiegetrouw leggen Scheffer en Walekamp een bloemenkrans bij het beeld van Rembrandt aan de Witte Singel. Daarna wordt er geproost met het favoriete drankje van de schilder. Ik schenk de Harteveld, het lijfdrankje van Rembrandt. Gebotteld in Leiden in 1734. En hoe weet je nou dat Rembrandt dit dronk? Nou, hij nam eerst kraanwater. En toen kwam hij hier achter en hij is hiermee begonnen. Met een voordracht van dichter Leo van Zanen en nog een borrel kon de 415e verjaardag van de Leidse schilder niet meer stuk. U kunt zelfs toe met zijn catalogus. Wie Raphaël, mannen van Emmaus, moeder, Bathseba, Rembrandts zelfportretten, anatomieles, nachtwacht, Danae en Titus op een rijtje weten zetten. Leest R-E-M-B-R-A-N-D-T. Ja, waar wij nu staan waren ruim 60 parkeerplaatsen en het is nu een heerlijke groene omgeving geworden. Dus dit was een van de laatste stukken die we echt om wilden toveren tot een groene parel. Het nieuw aangelegde Lakenpark werd woensdag officieel geopend door wethouder Ashley North. Het rondje Singelpark kan definitief gelopen worden dankzij de oplevering van het prachtige Lakenpark waar wij nu staan. Maar dat is nog niet helemaal waar, hè? Want er staat hier en daar nog een hek en er moet nog een dam weg. Ja, er zijn inderdaad nog allerlei ambities die we ook hebben met het Singelpark om te verwezenlijken. De dam bij het energiepark willen we inderdaad weghalen, zodat je het rondje Singelpark ook kan varen. En we hebben allemaal nieuwe projecten voor de tweede fase van het Singelpark. Een groene Jan van Oudkade bijvoorbeeld. Maar die eerste fase die is nu rond. En daar geniet ik enorm van, want het maakt de stad heel veel mooier, heel veel groener en nog prettiger leefbaar. Naast ons ligt nog het Katoenpark en daar is de speeltuinvereniging De Doorbraak. En ook die hoort eigenlijk bij het hele nieuwe Lakenpark. En dat is een fantastisch project geworden, want dat is eigenlijk de eerste waterspeeltuin in een historische binnenstad in Nederland. Bij de Marensingel is ook aan de buitenkant al, is de buitenkant van de Singel al bij het park getrokken, hè?
Klopt. Bij de Mare Singel kan je aan de buitenkant van de Singel lopen. Uiteindelijk is ons toekomstbeeld dat dat overal kan. Dus dat je het Singelpark zowel aan de binnenkant van de Singel kan lopen als aan de buitenkant. Maar dat is niet morgen klaar. Dat duurt nog wel een tijdje. En het Singelpark is ook nooit af. Daar blijven we aan bouwen. Een bekende Leidse zangeres heeft een speciaal plekje in het Singelpark gekregen. Zeker, zangeres zonder naam. Onze eigen Mary Servaas, hier geboren op deze grond waar we nu staan. En die heeft ook een speciaal eerbetoon gekregen in het park. Want dankzij het Carolus Guldenfonds heeft het park ook de bank zonder naam gekregen. Ook Jeroen Maters was bij de opening aanwezig. Maters stond aan de wieg van het Singelpark. Hey, dit is wel een grote doorbraak hier. De oostkant is straks als de meelfabriek ook zijn tuin opent. Dan is eigenlijk de hele oostkant aan de binnenkant gereed. Maar de hele buitenkant moet nog, behalve de Mare Singel. Dus dat is nog een flink werk. En er zijn nog een paar andere plekken waar we ook stevig aan de slag moeten. De energiecentrale, daar kun je nog niet door. Bij het universiteitsterrein, daar moet nog van alles gebeuren. En dat rondje aan de buitenkant kunnen lopen, is dat nou iets van dat zou leuk zijn als dat ooit ook kan? Of is dat echt wat wel concreter? Nee, dat is een van de belangrijkste onderdelen van het beeldkwaliteitsplan waar we in 2011 mee begonnen. We hadden al vanaf het begin bedacht, het Singelpark is vanaf de binnenzijde gevels tot aan de buitenzijde gevels. Met de Singel als de centrale groen-blauwe ader van het park. Nou, de binnenzijde begint aardig op te schieten gelukkig. En daar maken ook heel veel mensen gebruik van. 700.000 mensen lopen nu jaarlijks een rondje Singelpark. Dat is een groot succes. Maar die hele buitenkant op de Mare Singelnaam moet nog. En bij de Witte Singel en de Zoeterwoudse Singel is dat pad zo aan te leggen. Daar kun je volgend jaar mee klaar zijn, zeg maar. Mark Jongsten zwemt elke week in het zoete water van het Joppe. Het heeft een soort mystieke sfeer. Het is doodstil, het water is spiegelglad en ja. Eigenlijk moet je dat ervaren om te weten wat het is. Dit gaat eigenlijk ook helemaal niet over zwemmen of over hard zwemmen of veel zwemmen. Dit gaat over een totaal ervaring met de natuur. Eigenlijk is dit zwemmen in natuurwater de ultieme buitensport. Je bent omgeven door de natuur, water. En dat geeft het uitermate heilzaam. Dat doet hij niet zomaar. Hij wil deze zomer van Den Helder naar Texel zwemmen. Met een bijzonder motief. Ja, eerbetoon, een herinnering aan mijn moeder en mijn broertje. Die zijn 40 jaar geleden overleden, vlak na elkaar. En eigenlijk door die ziekte van hen twee, konden wij niet op vakantie. De enige vakantie die we konden ondernemen, dat was naar Texel. Vrienden van ons hadden daar een huisje en zo kwam ik daar terecht. Dat was in 1979 en eigenlijk, ik viel met meteen op dat eiland. Ik was er meteen verliefd op. Nou, een paar jaar geleden begon ik met zwemmen bij Paul en Heidi. En op een gegeven moment ontstond dat gewoon. Ik ging voor de zoveelste keer naar Texel. Ik dacht, goh, dat lijkt me mooi. En toen ging ik informeren. En toen bleek er dus een bestaande sponsortocht te zijn. Met ook nog eens dat doel voor spieren voor spieren. Nou, en toen dacht ik, ja, dit moet ik gaan proberen. Daarnaast, toen ik 2 jaar geleden ging zwemmen hier bij de club, kwam ik eigenlijk bijna iedere week naast Jonne te zwemmen, Jonne Moleman. En zij is een meisje met een jonge vrouw, net 22, maar die is met zo'n spierziekte. En die trainde in die tijd voor de Olympische Spelen. Ja, en dat is iets, ja, dat is. Ja, als je daarover nadenkt, dat is geweldig, de inspiratie. En terwijl zwemster Jonne Moleman op weg is naar de Paralympische Spelen in Tokio, gaat Jongste op 21 augustus zijn oversteek maken. Met als doel geld op te halen voor Spieren voor Spieren. Een stichting die kinderen met een spierziekte wil helpen met onderzoek naar behandelmethodes en ondersteuning bij het sporten. Het is 4 kilometer, maar op een gegeven moment dat is een soort point of no return. Dus op 2 kilometer, ja, je moet gewoon doorzwemmen. Hier kan je nog mooi voor je uitkijken, maar daar op zee, ja, het is allemaal golven. Dus je bent helemaal op jezelf aangewezen. Je moet echt van binnenuit die regelmaat en alsmaar doorzwemmen. En dat is ook wat ik hier constant aan het doen ben. Het allerzwaarste is, het is zoutwater. Zoutwater, het is een enorme golfslag, ook al is het rustig.
En die combi maakt het echt heel anders dan hier. Je kan hier een slok zoet water nemen, dat is misschien niet zo aardig. Maar een slok zwembadwater is nog minder leuk. Maar een slok zeewater, daar word je heel beroerd van. Nog een maandje trainen en dan is Mark Jongster er helemaal klaar voor. Op naar Den Helder. Ter ere van hun 50-jarig bestaan voegt Amnesty Leiden-Leiderdorp kunstwerken van drie Leidse kunstenaars toe aan hun mensenrechtenwandeling. Die ingrediënten zijn zout en bakmeel. En die heb ik dus laten vallen in een zwarte ronde schaal. Het eindresultaat heb ik gefotografeerd en dat is het ontwerp geworden voor de schoonloopmat. Het mensenrecht wat bij mijn kunstwerk verbonden is, is ook het recht op welzijn en levensstandaard. En brood is ook in culturen en religies een symbool van leven. Dus het heeft een spirituele betekenis. De combinatie van het feitelijke brood met de ingrediënten en de spirituele betekenis vond ik heel erg goed matchen met de mensenrechten. Het is een kunstwerk waar je overheen loopt, waar je doorheen loopt. En ook daarin geldt hetzelfde principe, dat het voor iedereen gelijk is. En dus de rechten zijn ook voor iedereen gelijk. En dat is naar mijn gevoel waar Amnesty ook voor staat. Dus dat, het viel eigenlijk allemaal samen. Vanuit laten we zeggen, de werkgroep hebben wij op een gegeven moment nagedacht hoe wij het 50-jarig jubileum van de werkgroep Leiden-Leiden-Dorp zouden kunnen vieren. Ook in coronatijd, want dat is natuurlijk best een puzzeltje. Zo kwamen wij op het idee om nog eens goed te kijken naar de bestaande mensenrechtenwandeling in Leiden. En als je daar met de ogen van nu naar kijkt, dan was het eigenlijk wel tijd om te actualiseren. Niet alleen vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid, maar ook rechten van vrouwen, rechten van homo's. Nog steeds recht op vrije journalistiek, informatievergaring. Ontzettend belangrijk eigenlijk wel in deze tijd. En het was vroeger alleen een boekje. Een verhaal op papier, een flyer, maar er is ook een app. Frans Vos koos samen met het Lucas van Leiden Fonds de drie kunstinstallaties uit. Als je bij de universiteit kijkt, dan hangen hele grote spiegels die naar de lucht schijnen. En dat is natuurlijk echt de vrijheid, de ruimte die je moet hebben in denken en doen. Wat staat voor de universiteit. Het Kamerling Onnes gebouw, waar nu de rechtenfaculteit zit. Daar heb je het kunstwerk van Isaac Zwartjes. Wat zeg maar een soort hut en een boot is. Dus echt de symbolen van vluchtelingen en de bakkerij. Waar die een religieuze achtergrond heeft, die een armoedekant heeft, waar allemaal maatschappelijke organisaties in werken, waaronder ook het vluchtelingenwerk. Daar heeft Inge Rijsbeman zeg maar, de primaire dimensies van het leven, van brood en water, zeg maar, ook tot uitdrukking gebracht. Dus die wisselwerking tussen locatie, mensenrechten en kunst, ik denk dat dat heel veel uitdrukkings kracht heeft. De mensenrechten kunstroute wordt zondag 18 juli officieel geopend en is te volgen via een app en een flyer. De beschrijving start bij het stadhuis, maar je kunt natuurlijk ook je eigen rondje kiezen. Via rivieren als de Maas en de Rijn wordt regenwater door ons land afgevoerd naar de zee. Het Leidse centrum wordt al even omarmd door de Oude en de Nieuwe Rijn. Toch hoeven we niet bang te zijn dat de sleutelstad de komende dagen overstroomt. Hoogheemraadschap Rijnlands crisisadviseur Erik van der Linden legt uit waarom dit niet kan gebeuren. Nee, in Leiden hoeven we ons geen zorgen te maken. Daar zit wel een verschil in. Hè. Wij zitten hier onder NAP en we zitten eigenlijk in een badkuip. En als je kijkt in het Maasgebied, ja, zitten ze boven NAP. En eigenlijk op een hellend vlak. En al het water wat in het stroomgebied valt, wat je net eigenlijk aanhaalt, ook in Ardennen, in België, dat komt bij Maastricht eigenlijk Nederland binnen. En, ja, het verplaatst zich door Nederland richting zee. Wij zijn eigenlijk niet aangesloten op die grote rivieren, niet direct aangesloten. Dus binnen Leiden hoeven we ons daar geen zorgen te maken. En wat nou als het onverwacht toch gebeurt dat de Rijn uit haar oevers treedt?
Mocht de rivierstand wel heel hoog kunnen zijn, kunnen wij het gedeelte waar Leiden en Rijnland onder valt, kunnen wij een kering dichtzetten. Dat is de kering aan de Hollandse IJssel. De Algra-kering kan dan dicht. En dan zitten we op die piek zitten we even veilig daarachter. Moeten alle campings in Zuid-Holland zich zorgen maken dat jullie ze onder water gaan zetten voor de zekerheid? Nee, dat hoeft absoluut niet. Uiteindelijk klimaatverandering is natuurlijk al de laatste jaren heel duidelijk zichtbaar. Even de laatste 14 dagen, als ik even kijk, Noord-Holland 100 tot 150 mm neerslag gevallen. Zwolle 100 mm. Nou, in het stroomgebied, ja, dat zijn wel ongeveer 5 keer zoveel dan de normen die we hebben. Het lijkt net of 2050 nu al is. En ik loop al wat langere tijd mee in het waterschapswereld. En ik zie toch die extreme buien eigenlijk ook de laatste jaren hier al plaatsvinden. Kunnen mensen zelf ook nog wat doen? Om dicht bij huis te beginnen, ja, mensen kunnen daar zelf ook wat aan doen. In het verleden zag je toch dat er ook in de stad en in de tuinen heel veel groen was. En je ziet in de stad dat heel veel grachten dichtgegooid zijn. Ja, de tuinen bestraat zijn. En eigenlijk begint het daar eigenlijk al. Om tegel eruit te halen, plantje erin, meer groen te maken. Wat meer aan de afvoer van je regenpijpen te denken. Tonnen, slimme regenpijpen die alleen maar bij veel water gaan lozen op het oppervlaktewater. Ja, er is dus heel veel te doen. En wij zijn gelukkig, momenteel is Nederland aan het vergroenen. Alleen ja, misschien moet het nog wel sneller en hebben we meer instanties nodig om dat voor elkaar te krijgen. Waar veel mensen al het thuiswerken natuurlijk als vreselijk hebben ervaren, was dat voor onze huisdieren natuurlijk fantastisch. Die hadden de hele dag de baasjes om zich heen. Maar wat zeggen we eigenlijk allemaal tegen onze huisdieren? Hey, hoe gaat het ermee? Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Op die manier. En wat zegt hij dan terug? Helemaal niks. Wat is uw band met die kat? Innig. Zij is mijn huisgenoot. Zij heet Majesteit. Dat ze zomers niet, maar 's winters wel in bed kruipen en dan meer ruimte innemen dan mijn echtgenote en ik. Of ik me begrepen voel door de konijn? Ja, eigenlijk wel. Meer dan door jou nu eigenlijk. Ze eten de duurste brokjes en die van de Lidl lussen ze niet. En ze krijgen om 5:15, en dat maken ze ook duidelijk, tonijn. En dat eten wij al jaren niet meer. Soms zeggen ze nog wat terug ook. Miauw of woef. Of... Iedereen praat tegen zijn hond, toch? Goedemorgen en zo. Ja. Hey, schat. Hoe is het? We hebben het eigenlijk nooit over het beleid van de Europese Centrale Bank. Meer huishoudelijke mededelingen. Oh, alles. Vooral de zaken van staat natuurlijk, want die interesseren haar het meest. Maar ze zegt eigenlijk nooit iets terug. Wat denken jullie dat hij terug zou zeggen? Weet niet. Waarschijnlijk hou je mond. Maar ja, inderdaad, hou je mond. Laat met rust. Zij niet zo. Ja. Wat zegt u in de camera tegen uw kat? Dat ik over 1 uur of 3 thuis ben. Dus nog even wachten en dan staat het tonijn klaar. Ja, in principe als ze er niet bij is, zou ik zeggen, het kan wel eens een toontje lager. Maar dat doe ik niet waar ze bij is. Ted, eet je maar lekker vol. Dan hebben we een lekker hapje met de kerst. Majesteit, ik dien u graag. Ik ga nu wat zeggen wat je tegen je huisdier maar beter niet kan zeggen. Tot volgende week.